7 stemmen op Sylvia en 3 op Edith. Als Sylvia de saboteur is, hebben jullie haar ontmaskerd. En krijgen jullie 50.000 euro om te verdelen. Als Sylvia niet de saboteur is, dan hebben jullie 22.000 euro te verdelen. En heeft de saboteur maar liefst 28.000 euro gewonnen. Laten we nu snel gaan kijken naar de onthulling. Nee. Manuel. Edith! Heel knap. Oh my god, dit is het beste programma ever. Ja, applaus voor Edith. Ja. Maar ik ben wel de enige die haar ontmaskerd heeft, tenminste. En wij. Soort van, op het laatst. Oh, Edith. Oh, wat ever. Schoonwaardig. Edith is dus de saboteur. En dat hadden velen van jullie absoluut niet verwacht, zie ik. Edith, je mag het nu zeggen. Ja, ik ben de saboteur. Oh, jeeuwig. Ik zei het toch? Ik dacht dat jij mij geloofde, Lisa. Ja, dit, nee. Hoe voelt dat nu dat je het eindelijk mag zeggen na al die weken? Nou, ik ben er wel blij mee, want ik heb het... misschien heb ik het niet gemerkt, want ik heb af en toe echt al een pokerface, maar ik heb echt momenten gehad dat ik het echt heel zwaar heb gehad. Maar ik ben heel erg bij mezelf gebleven en ik ben ook echt oprecht. En ik heb geen leugens verteld, alleen niet de hele waarheid. En ik was in het voordeel omdat Sylvia de allerbeste quotes ever heeft, maar heel onbetrouwbaar over kan komen omdat ze twijfelt en doet. En daardoor zijn alle verdachtmakingen op Sylvia terechtgekomen. Hero was eigenlijk helemaal niet verdacht, want die zakte al snel door het ijs. Maar ik moet zeggen, tot aan het einde, voor mij was het ook heel erg spannend. Want wat Sylvia zei, het onopvallend zijn, dat heb ik ook gedaan. Het laatste nieuws over de sterren vind je op de Daan.